Zelden zullen carnavalswagenbouwers zo'n aandachtig publiek hebben gehad. Ademloos werd naar ze geluisterd. Dan gaat er klei overheen. Die klei die wordt helemaal gemodelleerd in het poppetje wat je nu ziet. Het is nog een maandje tot carnaval en dat is al een drukke periode voor wagenbouwers. Maar vandaag was het dus extra druk in de bouwhal. Wij als carnavalstichting Tilburg vinden het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan het carnaval in Tilburg meemaken. Welke tradities erbij horen. En een groot onderdeel van de tradities in Tilburg tijdens het carnaval is de optocht. En dus geen rekenen of taal, maar een les over de geschiedenis van Kruikenstad en carnavalswagens bouwen. Ik vind het wel leuk. We mogen de wagens naar kijken. Daarna mogen we nog knutselen. Omdat je dan ook ziet dat de wagens met papier-maché werden gebouwd. Hoeveel kranten ze in één wagen doen. En hoe ze dat plakken. We hebben wagens gekeken. En we... Ja, dat was het eigenlijk. En natuurlijk is ook gewoon alles beter dan in de schoolbanken te moeten hangen. De carnavalsverenigingen willen de kids niet alleen een leuke middag bezorgen. Er zit wel degelijk een bedoeling achter, want nieuwe aanwas is broodnodig. Bij de meeste verenigingen tenminste wel. Dat is, gaat meestal van familie op familie over. En er zijn dus eigenlijk een klein beetje aan het uitstegen. Dus we moeten eigenlijk toch weer een stel kleine kinderen bij hebben of jonge gasten. We hopen dat de kinderen enthousiast worden om later ook te gaan bouwen voor in de optocht. En om de dag compleet te maken was er ook nog hoog bezoek van prins Joost I. En die zag al meteen wat voor vlees hij in de kuip had. Hele schoon wagenbouwers. Dat hoop ik dat ze dat worden allemaal. Nee, maar het is gewoon heel leuk om iedereen heel erg te betrekken bij het carnavalsfeest in Kruikenstad. Maar hoeveel kids er vandaag hebben besloten dat ze carnavalswagenbouwer willen worden, is nog niet bekend. Dat moet over een paar jaar blijken.